Want dat heb ik gewoon soms niet. En dan begin ik te panikeren. En dan heb ik anxiety, want daar heb ik wel heel veel last van. Ja, alles loopt heel goed. Ik moet zeggen, ik ga het terug afkopen, want ik zie altijd mijn verhaal. Ik heb nog niet echt zoiets gehad van, oh nee, nu loopt het echt slecht of dit of dat. Dus momenteel, de uitdagingen zijn gewoon dat er maar 24 uur in een dag is. En dat ik te weinig tijd heb om alles uit te werken dat in mijn kop zit. En maar ik denk ook gewoon, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je gezond blijft. En je hoofd rust geeft, want dat heb ik gewoon soms niet. En dan begin ik te panikeren en dan heb ik anxiety, want daar heb ik wel heel veel last van. Dat ik zo echt zo ademhalingsproblemen heb en zo wat angstig ben en mijn hart echt zo vol kloppen. Dat ik denk van, oh, dan niet goed kunnen slapen. En dan, maar dat moet ik nog doen. Ah ja, die bank moet ik nog sturen. Ah ja, dat is nog gebeurd. En misschien moet Melanie nog dat in orde brengen, die mail, die dat. En ach, daar word ik gewoon zot van, kinders. En ik denk dat dat de grootste struggle is waar ik nu tegenop weeg met mezelf in controle te houden. Dat ik niet in overdrive ga.